mensen, welkom bij Hoe Normaal, episode 4. Vandaag gaan we verder waar we gebleven waren. We waren bij Kent. Dit is van Boudica. En ze heeft als defense een fort, ja. Dus ik ben benieuwd. Daar spelen wij eens tegen. Play game. Level 4, Kent. Arthur, even your fortress will fall. I will crush you. Zij is niet zo aardig zoals Egbert. Oh, ze heeft best wel, ja, hoe zeg je dat? Een stevige fort, zeg je wel. Dus ja. En ze stuurt meteen af van het begin, jongens. Stuurt al meteen Knight, dus ja. Dus ik wacht al wat op wat geld voor de Tyson. Dat ik wat meer Tyson kan sturen. Dan heb ik net toch geluid van het ding met ons. Oké. Okay. We maken nog geen ghettoblaasjes, want dat kan nog gevaarlijk zijn. Dus we beginnen met wat Thijs. We kunnen 40 van maken, dus in of 4. Doen we. En de publiek voor vandaag zijn. Thijs en de Radijzen. Kak! Radijzen. Ik wil ook oppers maken. Kas en Boes. Zoals jullie kunnen zien zijn Thijs echt handig. Hè, Thijs? Een dik. We maken even een ghettoblaster, man, wat, om wat ons te supporten. Oh nee! De fortress van Boudica is best wel. Auw, God straf mij omdat ik over al. Oh, wat heb ik er gedaan, man? Ah, nee, shit, wat heb hier? De Alpengod! Fuck. Wacht, ik ga mijn poppetje. Als ik opnieuw begin met Skyrim, dan ga ik mijn poppetje Alpen doen. De Alpergod. Ja, ze toch nooit meer Skyrim, bitch. Kak, dikke shit. Ik heb het man. Doe wat moves en shit. Maar we moeten even wat Tyson gebruiken, want Defense is nog na de 2 ghettoblasters, peoples. Rete, dikke Sky. Oh nee, de Tyson houdt niet voor lang. We hebben meer Tyson nodig, hè, Thijs? Is Thijs er nog? Tyson zijn te goed. Tyson is aan het breken. Maar ik maak wat meer mannen met ghettoblasters. Hij voelt zich heilig nu. Hey, ze zijn still too strong. Ze mogen niet in melee range komen met de ghettoblaster people. Want daar loopt het niet goed af. We hebben veel meer Tyson nodig, zoals je. We gebruiken de ghettoblasters om ze te supporten. En veel meer Tyson. Voor meer supporters. Dus de enemy, Boudica, stuurt heel veel. Heel veel knights. Dus ik weet niet of dit wel zo goed is. Maar zoals jullie kunnen zien, onze Thijsleger oont iedereen. Dus ik maak wat meer mannen met ghettoblasters. En ik zet de ghettoblasters wat verder. Laat wat een stenen blok tegen anti-mediering-stuffs. Zoals je kunt zien is het achtergrond heel mooi. Er is een oh! De fortress van Boudica is net afgeslacht! Door onze Tyson. Nee, de Tyson is echt. Oh god, dat gebeurt. De achtergrond is heel mooi. Er is een half afgemaakte brug om de omheen staat. Die nog niet echt helemaal af is. Maak ook meer mensen met ghettoblasters. Kan geen kwaad. De oh, maar kijk, dit is de laatste fortress stuff. Oh, de Archer maakt al die move van zijn leven. Volgens mij stuurt ze 2 knights. Holy shit, dit is wel heftig. Ik maak even een knight on a horse. Of knight on horse, zoals we keer. Zoals wat we hebben in zijn troops. Dus Thijs, de knight, wel traint in de fearsome in battle. De Archer. De heeft die ghettoblasters. En de best soldiers dat we hebben, Knight of Mars. Fast en deadly. Kijk, we hebben fortifications, hebben we wood. Houten planken. En oh, maar die kan wordt gedamaged. Maar ze is wel echt sterk. Oh, ze kijkt heel veel damage op de Titan. De Titan! She has fall. She's dead. Boudica is van.
fuck about die kan doen, want it's about it. But, dat was deze episode en volgende keer zitten we in Essex met een andere ruler, Atleistan. Dus, dan zien we je volgende keer. Nee, kak! Daaah!